in het Palais, op de plek waar al het werk tentoongesteld wordt. En Lode Schaefer gaat zometeen een rondleiding geven aan de jonge honden. Wij lopen even mee. Nou, we gaan langs werk wat ik spannend vind en wat de jonge honden spannend vinden. En dan gaan we het er samen over hebben. Dat is eigenlijk het leuke. Niemand legt iemand iets uit, maar de discussies zijn het leukste. Het ging net over deze campagne voor de Burger King en Pepsi. Ja, ik vind het een heel slecht idee eigenlijk in die zin. Cola cast mensen, dus er worden ook mensen afgewezen. Burger King doet het zelf ook, dus ik vind het een beetje flauw dat je dat dan gebruikt tegen ze terwijl je het zelf ook doet. Hey jongen, waarom een bureaudirecteurenlunch? Nou, wij vinden het als Advo-groep heel erg belangrijk dat we verbonden zijn met het totale spectrum eigenlijk van de marketing-communicatiebranche. Het is leuk dat je in de hectiek, iedereen heeft allerlei afspraken hier, even met elkaar gezellig kunt zitten, bij kunt praten onder het genot van een heerlijke lunch. En dat is ook onze functie. We brengen alle verschillende disciplines binnen marketing en communicatie bij elkaar. En dat doen we hier met de belangrijkste spelers in het vak. Er zitten heel veel mannen aan tafel hier. Dat heb jij goed gezien en dat valt mij ook op. En ik geloof ongeveer 3 vrouwen, dus dat is echt te weinig. Want er zijn echt wel meer vrouwen te vinden die hier aanwezig hadden kunnen zijn. Misschien moeten we daar volgend jaar iets meer aandacht aan geven, want het is eigenlijk een uniek moment. Het is een uniek moment dat je al die verschillende disciplines en al die stakeholders, al die belangrijke mensen bij elkaar hebt. Die allemaal op een informele manier vertellen wat er in het vak aan de hand is. En dat is een schat aan informatie, hier kunnen wij bij wijze van spreken een jaar mee vooruit. En tot slot nemen we nog een kijkje op de Oranjeborrel, waar vanavond zo'n 400 Nederlanders samenkomen.